Welkom in deze gloednieuwe aflevering van Goed Bezig. In dit programma praten Jeroen en ikzelf met straffe ondernemers, mensen die zich elke dag hard inzetten om hun bedrijf uit te bouwen. En dat doen ze met heel veel passie. Absoluut. En we doen dat trouwens vanaf nu wekelijks. Hier, in ons café, van het Bierkasteel in Izegem. En omdat pitchen in de ondernemerswereld echt wel een absolute basiskill is, geven wij nu heel graag het woord aan onze centrale gast van vandaag, die hopelijk staat te popelen om zichzelf aan jullie voor te stellen. Hallo iedereen, mijn naam is Nicola Hulsmans. Ik kom uit Sint-Pietersleeuw, ik ben 28 jaar en ik ben medeoprichter van Dexerto. Wij zijn in Engeland gevestigd. Ik ben de enige Belg binnen ons bedrijf, maar wij creëren eigenlijk content in meerdere talen binnen de e-sports, gaming lifestyle en digitale cultuurindustrie. We zijn de grootste speler in de markt ter wereld, 26 miljoen bezoekers per maand op ons platform en ik kijk er naar uit om vandaag samen met jullie in Goed Bezig over mijn ervaring te babbelen. Dag Nicola. Ça va? Ça va, ça va. Bedankt alleszins voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je erbij bent. Toen dat Matthias en ik aan het programma aan het werken waren, waren wij aan het brainstormen. Ja, wie willen wij hier eigenlijk in onze studio hebben zitten? En één ding was zeker, we wouden hier wel echt 10 afleveringen aan een stuk. Kleppers. En wat voor een klepper zit jij, maat? Ja, 28 jaar, 115 mensen vast in dienst, in 11 verschillende landen, kantoren over heel de wereld. Dexerto, een gamer-platform, e-sports-platform. Misschien voor dat we daar verder op induiken, leg eens kort uit, e-sports. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? E-sports is eigenlijk het competitief beoefenen van videogaming. Dus dat kan van een turnzaal waar je 25 computers samenzet, gaan tot wereldstadiums dat je vol zet met publiek. Mm-hmm. Dus zowel op amateur als op professioneel niveau. Het is effectief het competitieve van het videogaming. En het platform zelf, wat doen jullie exact? Ja, dus we zijn eigenlijk een mediabedrijf. Dus vergelijkbaar met de ESPN's of de Sportsdas van de sportwereld, creëren wij eigenlijk content rond e-sports. En nadien zijn we ook breder gegaan naar gaming lifestyle en zelf digitale cultuur. En je doet dat niet alleen op vandaag. Je hebt wat co-founders en wel verspreid over verschillende landen. Vertel dat eigenlijk een beetje over de co-founders. Ja, we zijn met 4. Want dat was een bijzonder verhaal, als ik het mij goed herinner. Ja. We zijn gamers, alle 4. Dus we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via te gamen, door te gamen zelf. En we zeiden van, dat is tof. Hè. We zijn hier elkaar leren kennen, maar hoe gaan wij andere mensen samenbrengen? Dus je gewoon thuis aan het gamen in je zetel en mensen online leren kennen en dan zoiets gaat van oké, wij gaan samen een bedrijf. Dus dan hebben we een platform opgericht, eerst in het Engels. Dus om de mensen samen te brengen, dat ging over de game Call of Duty toen. De Fransen waren toen altijd aan bras aan het maken met de Engelsen, ze hebben die hun eigen platform gegeven. Hetzelfde met de Spanjaarden nadien, dat was eigenlijk vrij gemakkelijk toen. En zo zijn wij eigenlijk heel snel begonnen aan het internationale verhaal ook. En zo zijn wij beginnen groeien. Na Call of Duty ging dat naar Counter-Strike, FIFA en dergelijke ook. Dus, dat klinkt nu zeer makkelijk als je zegt van ja, we zijn even, we hebben de koppen samenstoken en een bedrijf gestart, maar dat zijn geen Belgen op vandaag, je co-founders? Nee, alle 3 uit Engeland, ja. Want als we het hebben over je co-founders, we hebben hier een foto op het scherm staan van toen dat jullie de een of andere award hadden gewonnen. Ja. Dat was de... Dat zijn we, Fantastic Four. Ja, dat is wel big, hè? Ja, dat was wel een speciaal moment voor ons. Want, Dat is de e-sports awards. Dat is eigenlijk de Oscars voor de e-sports industrie. En wat dat heel speciaal was aan het moment, is dat zo de vijfde keer, dat was toen de vierde keer dat we genomineerd waren, en we waren altijd tweede of derde. En ja, dan gaan de grote spelers zoals ESPN daarmee lopen. En dat was het eerste evenement dan in Texas, in Amerika, gaan we daar naartoe. En een dag ervoor bellen ze ons op van, bereid uw speech dan maar voor, want deze keer is voor jullie. De spanning op het moment zelf was... Nee, maar de spanning bouwt je dan nadien wel op, want je weet van, je moet op stage gaan. Hè, dat wordt ook in 30 landen uitgezonden. En dan moet je ook wel samen naar boven gaan op het podium en voor zoveel man toespreken. En wat betekent die award precies? Wat houdt dat in?
Voor ons was het eigenlijk gewoon belangrijk om te zien van kijk, we beseffen wel wat we allemaal aan het doen zijn, maar het is altijd tof als externe juryleden echt wel kunnen zeggen van jij bent gewoon de beste. Want daar gaat het over, waar de beste e-sports coverage website of the year. En iedereen kan claimen dat hem de beste is, maar als een externe partij dat zegt, dan is dat gewoon speciaal. En alle grootste kopstukken binnen de e-sportsindustrie kwamen samen om te stemmen. En als jij dan uit de bus komt, dan is dat uiteraard speciaal. Deze heeft wel impact gehad, neem ik aan, zo'n award. Dat is niet zomaar iets dat jullie gekregen hebben. Ja, we waren al de grootste ter wereld. En dan kun je naar adverteerders en naar klanten stappen en zeggen van kijk, dat zijn onze cijfers, we zijn nu de grootste, maar nu zijn we ook wel de beste. En dat heeft onze positie naar klanten toe ook wel versterkt, dat ze echt wel wisten van bij hun moet ik echt zijn. En kunnen we een keer heel concreet maken? De grootste in de wereld, wat wil dat dan zeggen? Hoe kunnen we dat in cijfers uitdrukken? We hebben 26 miljoen unieke bezoekers per maand, die maandelijks op onze platform komen. Bezoekers per maand, 50% uit Amerika. En nadien komt Frankrijk en Engeland. En als je dan gestart wordt met dat bedrijf, alleen is het nu de grootste ter wereld inderdaad, maar om dat uit te leggen aan je vrienden en familie en dergelijke, dat je met zo'n type bedrijf ging starten, die kunnen dat toch niet vatten? Nee, en zelfs nog op dag van vandaag is het moeilijk om uit te leggen aan vrienden of familie. Allee, mijn familie, je kent het ondertussen wel. Maar soms blijven ze wel, maar e-sports, maar wat is dat? En soms leg ik gewoon, we zijn een mediakanaal over gaming en over digitale cultuur. Dan is dat wel soms wel gemakkelijker om uit te leggen. Maar het is in het begin was het heel nieuw voor iedereen. Vooral voor de familie ook. Als jonge gast speelde ik altijd op mijn PlayStation. Dus het was voor hun ook moeilijk om mij te zien vertrekken naar evenementen. Maar een keer dat ze de filmpjes hebben gezien, dan... Maar ik heb begrepen, ouders van thuis uit, familie, ook een familiebedrijf. Je hebt toch wel bewuste keuze genomen om gewoon op jezelf verder te gaan, hè? Ja. Ze hebben kledingzaken. En van jongs af aan zeiden ze van, later nemen jullie dat over. En van jongs af aan al zei ik direct van, nee, dat is niet voor mij. En meerdere keren hebben ze mijzelf in de stok tussen een paar paletten zitten terugvinden als ik aan het slapen was. Dus, om te veel te gamen. Het was echt gewoon niets voor mij. En nu kijken ze dat uiteraard wel trots naar wat we hebben gedaan. Maar uiteindelijk gekozen om de e-sports in te gaan. Het was puur voor mij. En uiteindelijk moet je altijd doen wat dat je passie is. Nicola, we praten zo meteen verder, maar eerst even iets anders. Want de ondernemerswereld die staat bol van allerlei Engelse vaktermen die in de wereld van de start-up en scale-up scene vaak gebruikt worden. Klopt. Scalability, burn rate, GDPR. Maar weet iedereen precies wel wat die juist betekenen? We laten elke week onze huisspecialist Thomas Guinée zo'n begrip uitleggen in de rubriek Was dat? En deze week Recurring Revenue. Kijk, ik ga eerlijk zijn. Er zijn weinig dingen die mij als ondernemer zo opwinden als recurring revenue. Revenue, dat is opbrengst, omzet, top. Recurring, dat betekent terugkerend. Top. Maar waarom precies die fetish voor recurring revenue, vraag jij je nu af? Simpel. Het feit dat het mij zou lukken om elke maand opnieuw iets aan mijn cliënteel te verdienen, is een waanzinnige win. Ah ja, want op die manier ben ik zeker van een vaste, terugkerende omzet. Elke maand. En ik ben lang niet de enige met die fetish hoor. Enorm veel bedrijven hebben hun businessmodel volledig of gedeeltelijk gebaseerd op recurring revenue. En je bent er zo aan gewend dat je het bijna niet meer merkt. Ja, ik heb het onder andere over die kleine bedragen die elke maand van je kredietkaart gaan. Je weet wel. En bij jou gaat dat geld van de rekening. Bij al die bedrijven komt het geld toe. Ook producenten van professionele software, verzekeraars, verhuurders, leasingmaatschappijen enzovoort werken bijna altijd met vaste bedragen die maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betaald moeten worden. Recurring revenue. Zeg nu zelf. Het heeft iets sexy, hè? Recurring revenue zorgt er tenslotte ook voor dat je een beter zicht krijgt op de werkdruk en planningen binnen je bedrijf. En dat je een hechtere band smeedt met je klanten, die per definitie een tijdje meegaan en dus trouw zijn. Recurring revenue. Heerlijk.
Heerlijk, hè, Nicolas? Recurring revenue, is dat iets dat jullie ook gebruiken of hoe werkt jullie businessmodel? Ja, dus wij draaien voornamelijk rond reclame. Recurring revenue is ook iets waar wij op willen zetten. Natuurlijk, onze content moet wel gratis blijven voor onze users. Dat is voor ons wel belangrijk. Nu, we gaan binnenkort een nieuw platform lanceren waar wij ook wel wat gaan experimenteren met freemium models en zo. Maar we hebben wel ook iets... Gebruikers dan. Ja, voor de gebruikers. Maar wat dat wij wel hebben, dat is, wij noemen dat passive revenue. Dat is de reclame die op onze websites staan. Ja, we verkopen die wel rechtstreeks, maar we werken ook met marketplaces zoals Google, Facebook en Amazon en zo, om die als middenmotor eigenlijk voor ons te verkopen. En dan weten we ongeveer wel wat dat wij kunnen verdienen of projecteren. Maar dat is iets concreter. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat noemt eigenlijk programmatic revenue. Dat is een model die marketplaces gaat verbinden met adverteerders en platformen. En als ik morgen bij Google Ads of zoiets wil kopen, dan kan ik eigenlijk op de hele wereld adverteren. En zij werken eigenlijk als middenmotor. Right. Zijn die e-sports wereld gewoon in totaliteit, gaan daar grote bedragen om in die wereld? Ja, maar wat is groot? Vergelijkt e-sports, het allergrootste event ter wereld, ja, je zegt, wauw, dat is gigantisch. 12, 25 miljoen prijzengeld, maar dat gebeurt maar één keer per jaar. Vergelijk dat dan met voetbal. Ja, je hebt de wereldbeker om de zoveel jaar, maar elk jaar krijgen ze wel tv-gelden van Premier League of Jupiler Pro League en zo. En dan zie je wel dat, dat e-sports heel gefragmenteerd is en de grote evenementen zijn wel groot. Maar ja, dat moet je ook kunnen vergelijken met de sportindustrie, waar dat elke week gebeurt en niet één keer per jaar bijvoorbeeld. Ja, je spreekt heel veel over inderdaad verschillende eventen waar je naartoe gaat. Dus je zit waarschijnlijk heel veel in het vliegtuig naar verschillende landen of werd er voornamelijk van thuis? Want ik had begrepen, Sint-Pietersleeuw is de thuisbasis. Ja, en kantoren in Londen, Chicago, Parijs? Minder nu wel, moet ik wel toegeven. Voor COVID ging ik elke maand 5 dagen naar Londen, naar het hoofdkantoor, sowieso. Nu, met COVID is dat wat moeilijker ook om naar Amerika te gaan. We zijn heel strikt met de maatregelen. Maar dan gaan wij eigenlijk niet echt naar de B2C-evenementen niet meer, maar meer eerder naar netwerkevenementen, zoals eSports Awards of E3 in Los Angeles of zo. Maar dan die 115 medewerkers, die zitten vandaag allemaal op die kantoren of die werken voornamelijk van thuis? Of hoe moet ik dat zien? Dus in Londen hebben wij een 25-tal dat vanuit kantoor werkt. In Chicago en Parijs eigenlijk een klein team van 5 personen. Dus de meeste mensen werken wel van thuis uit. Dat zijn content creators, die kunnen eigenlijk vanuit hun bureaustoel content voor ons maken. En we proberen de mensen wel dichter bij elkaar te brengen om de cultuur ook te versterken. Maar het is soms ook gewoon onmogelijk om mensen uit 11 landen op dezelfde plek te krijgen natuurlijk. Veronderstel dat je nog niet iedereen fysiek hebt gezien de afgelopen maanden. Nee. Ik denk dat ik er maar 25 of zo heb gezien. Ongelooflijk. 115 man vast in dienst, 25 zelf ontmoet tot nu toe in real life. Oké, ik denk dat het nu tijd is voor het grid. Inderdaad, Nicola, dus hoe dat werkt. Je ziet hier op het scherm 10 kernwoorden die iets te maken hebben met ondernemen. Daarachter schuilt telkens een bepaalde stelling die wij graag aan jou zouden willen voorleggen. Je mag er eentje kiezen. Voilà. Ik zou dan eigenlijk voor innoveren gaan. Okido, innoveren. Ja. De stelling die erachter zit is innoveren is nodig om als bedrijf toekomstbestendig te zijn. Is dat iets waar je kunt vinden? Ja, we zijn de grootste ter wereld, dus moeten wij ook ahead of market blijven. Anders word je simpelweg ingehaald. Natuurlijk kun je niet altijd het wiel eruit vinden. Maar je moet wel altijd je product verbeteren en zien, de consument, waar gaat die naartoe? We hebben gezien met TikTok, een nieuwe manier van content te consumeren, verticaal scrollen. Dat zijn nieuwe zaken waar wij ook mee bezig zijn en algoritmes versterken om content te recommendations. Is dat iets wat jij zelf binnen de organisatie voornamelijk mee bezig bent? Ja, als co-founder moet je wel. Moet je wel weten wat er in de markt zich afspeelt en hoe dat je je consument eigenlijk kunt blijven bereiken en steeds op een nieuwe manier te blijven engagen. Dat is gewoon voornamelijk. Maar ik ben gewoon gefascineerd om altijd te zien, waar gaat de mensen naartoe? Als ik soms al zie die algoritmes die gewoon zo sterk zijn en ze weten beter als ik wat ik graag kijk qua content. En daar proberen wij dan ook een beetje op te spelen. Hoe kunnen wij onze content recommendation ook wel versterken? En u zorgt ervoor dat
het hele team daarin mee is. Ze zegt van, ik ben daar zeer sterk mee bezig, maar als je het hele bedrijf wilt laten mee nadenken over innovatie, moet je die toch allemaal meekrijgen? Ja, uiteraard heeft iedereen wel zijn rol, maar ja, het is belangrijk dat iedereen ook de zaken op dezelfde manier ziet. En bij ons hebben wij ook wel het groot geluk dat we dezelfde interesses hebben en dezelfde passie hebben voor de content die wij creëren. Wij creëren de content voor wat dat wij zouden willen lezen, moesten wij zelf nog gamers zijn. We waren gamers zelf, dus voor ons is het gemakkelijk om te weten. Maar dan is het eigenlijk wel gemakkelijk om te weten waar moeten wij naartoe gaan als we zelf eigenlijk onze primary targets audience zijn. Ik denk dat de basis is van elke ondernemer dat hij zich eventueel eens een keer de vraag stelt, zijn we nog wel relevant voor onze cliënteel of voor onze gebruikers? Waar zie jij de toekomst van e-sports naartoe gaan? Of hoe ziet die toekomst eruit in uw ogen? Op heel lang termijn kan het enorm nog stijgen, vooral in België is het eigenlijk heel klein. Maar e-sports vandaag is een discipline die eigenlijk voornamelijk online gebeurt. En we zien meer en meer mensen die bijvoorbeeld bij sport begin je regionaal en dan eindig je internationaal. En bij e-sports begin je eigenlijk meteen al internationaal. Dus dat regionale uitbouwen is wel belangrijk om te zien, oké, regionale ploegen of clubs maken en regionale competities uitbouwen om de roots of e-sports nog te versterken. Dus begrijp ik dat goed, dat je dan eigenlijk zegt dat je, wat vandaag een volledige online wereld is, dat je daar eigenlijk gewoon de traditionele normale sportmodellen op wilt toepassen? We hebben recent wel gemerkt dat de sportmodellen nu naar ons beginnen te kijken en dat wij al jarenlang naar de sportmodellen aan het kijken waren. Dus dat geeft ons wel een goed gevoel om te zeggen van oké, wij hebben jaren naar het sportmodel gezien, maar nu zijn zij naar ons aan het kijken. Dus we zeggen dat we goed bezig zijn. Goed bezig, voilà. Wow, tijd om er iemand bij te halen, denk ik. Want elke week verwelkomen we ook een tweede gast in Goed Bezig. Een ervaren rot in het vak of een inspirerende ondernemer die al heel wat kilometers op de teller heeft. Absoluut. En deze week is dat trouwens niemand minder dan de man achter de fungroep. Dames en heren, hier is Stefan Kerkhoffs. Stefan. Goedendag. Welkom. Toffe setting hier, hè? Leuk, absoluut. Gezellig. Zeg, CEO van de Fungroep. Dat zegt misschien voor de kijkers thuis niet direct iets, maar als ik het heb over Dinner in the Sky, dan gaan er misschien wel belletjes rinkelen. Inderdaad, ik ben oprichter van de Fungroep, gespecialiseerd in special attractions, zowel in aanmaak als in verkoop. Dat doe ik eigenlijk al 35 jaar. En daarnaast ben ik creator en een van de zaakvoerders van Dinner in the Sky. Dinner in the Sky is eigenlijk een platform waarbij dat we op 50 meter hoogte mensen laten dineren in een fantastisch op hoog niveau kader. En op hoog niveau laten eten, hè? Absoluut. Zeg, we waren hier net in de coulissen kort over de start van eigenlijk jouw ondernemerscarrière begonnen. Wil je dat verhaal nog eens een keer delen? Want dat was ongelooflijk. Ja, ik werkte vroeger. Ik ben opgegroeid eigenlijk in een ondernemersfamilie. Mijn ouders hadden een kraambedrijf en een montagebedrijf. En tot op een dag kwam een vraag van een Franse firma om een kraan te leveren voor het elastiek springen. En met een grote mond had ik toen toch gezegd van, weet je wat, als dat ooit komt, ik ga dat doen. Ik ben uiteindelijk naar die locatie gegaan. Ik heb 2000 frank betaald, want het was nog in frangen toen. Ik ben uiteindelijk naar boven gegaan. Ik heb boven gezegd van, no way, forget it. Je mag mijn geld houden, maar ik wil terug naar beneden. Ik heb me dan uiteindelijk dan toch laten overhalen om te laten springen. Ik heb gesprongen. En die 2 seconden hebben eigenlijk mijn hele leven veranderd. Want als ik toen nooit gesprongen had, dan had ik eigenlijk vandaag in de bouw gestaan. Ja, fantastisch. Ik denk, ondernemen is wel een beetje springen uiteindelijk. Hè? Absoluut. Ja. Zeker voor de dag van vandaag. Zeker de dag van vandaag. Ja. Jullie zijn gevestigd in Beringen. Maar als ik het goed begrijp, Dinner in the Sky is een internationaal product geworden. Hè? Klopt. Dinner in the Sky is nu actief in 64 landen. En terwijl het eigenlijk nooit bij de lancering de bedoeling was om internationaal te gaan. Want het was eigenlijk ontwikkeld als een lokaal product, wat zoveel als zoveel andere attracties. Maar de dag dat wij uiteindelijk het lanceerden, dan kreeg je natuurlijk de kracht van de media. En kregen we uiteindelijk al na 24 uur de eerste aanvraag binnen van uit Amerika. We hadden helemaal geen prijsofferte, we hadden helemaal niks, we hadden zelfs geen model van contracten.
En dan uiteindelijk gaat het allemaal heel erg snel. En dan is het natuurlijk als ondernemer om snel te schakelen. Inderdaad, want ook dat is ondernemen dan. Hè? Op de juiste, opportuniteiten springen als ze zich voordoen. Nu, iets anders wat ook ondernemen is. Hè? We komen uit een toch wel een bewogen jaar, denk ik, voor ons allemaal. Iedereen in de studio hier. Hoe heb jij corona ervaren? Corona heeft natuurlijk ook heel veel goede dingen met zich meegebracht. Want als ondernemer ben je natuurlijk veel diepgaander binnen je bedrijf gaan kijken. En ben je uiteindelijk toch wel gaan kijken, ook na de comma, van waar gaat hier uiteindelijk het geld elke maand naartoe. Dus je bent uiteindelijk ook veel beter gaan kijken naar de werking binnen je bedrijf en van je mensen. Natuurlijk, de harde realiteit is dat je natuurlijk niet stond te wachten op 2019, op corona, omdat wij in 2019 heel zwaar geïnvesteerd hadden. We kwamen uit een investeringsronde van 3,5 miljoen, waarbij dat wij 12 maart een nieuwe opening van een gebouw deden. Jullie nieuwe kantoren, hè? De nieuwe kantoren. En 13 maart gingen we in lockdown. Gelukkig hebben we genoeg buffer kunnen opbouwen en is de mentaliteit, vooral een vechtersmentaliteit, waardoor dat we vandaag nog altijd mogen en kunnen ondernemen. Voilà. Ken je Nicola trouwens? Ik ken Nicola nog niet. Indrukwekkend parcours dat hij heeft afgelegd tot nu toe. Hè? Ik hoor het. Ja, wel, ik stel voor dat we jullie aan elkaar gaan voorstellen. Absoluut. All right, let's go. Welkom Stefan. Nicola, indrukwekkend verhaal, denk ik. Hè? Ja, ongelooflijk. Vooral dat stukje over 2 seconden heeft zijn leven veranderd. Dat vind ik heel indrukwekkend, ja. En zoiets van zo'n brug springen, Benji, is iets voor sowieso. Jou? Sowieso. Ik heb backstage al gezegd dat ik binnenkort een keer eens ga langskomen. Dat is geen probleem. Ja. Ik zie daar een teambuilding met je kantoor aankomen. Ja. Nicola, ik denk dat je niet meer anders kunt. Nu, jongens, wat wij het heel graag over zou willen hebben, is wat dat best wel bijzonder aan jullie beide verhalen is enerzijds, Stefan, je bent begonnen in België en je bent daarna gaan internationaliseren omdat je de vraag niet kon bijhouden. Nicola, eigenlijk een beetje het tegenovergestelde, onmiddellijk internationaal gegaan, maar niet zo heel actief in België. Ik ben heel benieuwd, hoe is dat plan precies ontstaan? Hoe ben je daarbij begonnen? Misschien Stefan? Ja, wij zijn eigenlijk een beetje naar het buitenland getrokken in de tijd van de fungroep. En dat was nog de Benji Fun-periode. Omdat we eigenlijk noodgedwongen niet anders konden. Omdat in België was geen reglementering over het elastiek springen. En in Nederland was dat wel aanvaardbaar. Dus waardoor dat uiteindelijk op een bepaald moment onze markt in Nederland groter werd dan in België. Maar als ondernemer denken wij ook heel vaak maar tot aan de grens. Hey, als je een Hasselt onderneemt, dan denk je maar tot aan Lommel. Maar als je 200 kilometer rijdt, dan ben je zowel vanuit Hasselt in Oostende, maar ben je ook in Amsterdam. Absoluut, en uiteindelijk is het ondernemen buiten de grenzen vanzelfsprekend, maar zit er toch voor veel mensen een drempel. Was dat voor jullie ook zo, Nicola? Ik zit nu in een verschillende situatie, want de e-sportsmarkt is heel klein in België, dus ik had eigenlijk gewoon geen keus. We zijn dan met Engelse content beginnen te creëren en heel snel gaat die viral in Amerika. En voordat wij het wisten, hadden wij een Amerikaanse markt erbij. En als ze dan met heel veel buitenlandse spelers praten, dergelijke, ja, die cultuurverschillen, dergelijke, dan moet dat toch ook in meespelen. Ik hoor Azië en dergelijke, dat zijn toch heel andere manieren om te gaan onderhandelen. Ja, wij zitten niet in Azië, spijtig genoeg. Dat is denk ik wel een van mijn grootste ambities. Nu, wij zijn een winstgevend bedrijf die niet echt veel geld heeft opgehaald. Dus het is niet dat wij morgen een paar miljoen op tafel kunnen leggen om naar Azië te vertrekken. Maar het is inderdaad een andere wereld, een verschillende cultuur, een andere manier van gamen zelf. Die hebben andere games en die zitten echt wel in hun wereld. En een verschillende manier om content te consumen. Wij kennen YouTube, Twitch, ze hebben andere platformen bijvoorbeeld. Ik denk dat je vooral, als je wilt exporteren, dat je vooral de lokale mentaliteit moet proberen te begrijpen. En ik denk dat wij vandaag heel vaak, we hebben die fout in het begin vooral gemaakt gehad, dat wij met een Europese ingesteldheid naar een Amerikaans of een Aziatisch of een Arabisch land trokken, waarbij dat het dan uiteindelijk niet helemaal klikte. En van het ogenblik dat je dat begrepen hebt, dat je uiteindelijk je moet aanpassen naar de lokale gewoontes, dan denk ik dat ondernemen ook een stuk makkelijker wordt. Het is natuurlijk, regels in België, Europa, zijn niet dezelfde als in de rest van de wereld. Er gaan misschien mensen kijken naar ons nu op dit moment die aan het ondernemen zijn en die zeggen van ja, dat internationale, dat spreekt mij wel aan, maar hoe in godsnaam begint je daaraan? Wat zou je als tip kunnen geven dan?
Ik zou eigenlijk zo goed mogelijk proberen te laten omringen door lokale mensen. Soms begint dat met een advocaat, soms begint dat met, in ons geval, content creators dan. Want ja, als ik kan geen Spaans lezen, dus ja, ik moet erop vertrouwen die iemand die Spaanse content wel goed kan schrijven. Dus je moet je goed laten omringen en dan, zoals hij zegt, ja, de cultuur een beetje proberen te begrijpen, zodat je dat ook in jouw verhaal kan mee betrekken. Maar natuurlijk, als je natuurlijk in die verschillende landen gaat, dat ik kan veronderstellen, als je met mensen in Amerika zit die op een heel ander moment aan het werken zijn, lukt dat om daarmee te communiceren, 's nachts dan, veronderstel ik? Of? Ja, dat kan soms wel voor grote delays zorgen, inderdaad. Als eigenlijk gewoon, dus je hebt mensen ter plaatse die het voor jou heel goed oplossen of opvangen op het moment dat het moet opvangen? Ja, een goed leadership team hebben is heel belangrijk. Mensen die eigenlijk een know-how hebben, die ze ook wel ter plaatse kunnen applyen. Dat is wel heel belangrijk, ja. Oké, Jeroen, ik denk dat het hoog tijd is voor de publieksvraag. We hebben hier een schitterend publiek achter ons zitten en die zitten hier uiteraard niet voor niets. Er had iemand een vraag vandaag in de zaal. U? Ja, ik ben Thomas. Ik had eigenlijk een vraag voor Nicola. Jullie als mediakanaal, als nieuwsite, jullie komen ongetwijfeld in aanmerking met fake news. En ik vroeg me eigenlijk af, ja, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe pakken jullie dat aan? Right, Nicola, ja, duidelijk de vraag. Hele goede vraag. Hoe gaan jullie om met fake news? De meeste content die wij creëren is wel over publieke informatie. En ja, soms gebeurt het wel, maar dan proberen wij effectief wel ons best te doen om ervoor te zorgen van wij moeten alles wel dubbelchecken. Want als wij een nieuwe artikel publiceren die echt wel viraal kan gaan en die de hele wereld op schut kan zetten, ja, dan moet je dat ook kunnen backen, natuurlijk. Ja, absoluut. En dus het is wel echt iets waar je redactie mee bezig is vandaag. Ja. Dan zijn wij bijna aan het einde van deze aflevering gekomen. Maar voordat we afronden, nog even dit. Hoe zorgen jullie nu dat jullie batterijen opgeladen blijven? Stefan misschien? Ik probeer ook een beetje quality time te creëren, waar ik vroeger minder aandacht voor had. Fijn met de hond gaan wandelen en uiteindelijk toch wel weer terug vrienden proberen op te zoeken. Ja, Nicola? Er is iets heel herkenbaar bij hem, de hond gaan wandelen. Dat wordt zo onderschat. Gewoon een podcast of muziek inluisteren en gewoon even de wereld vergeten. Dat is ongelooflijk hoe snel je batterij daarmee kan opladen. Achter elk ondernemer staat er een goede hond dan. Corona-hond. Ik heb hem ook Sky genoemd. Ik ook trouwens. Ja. En ik moet zeggen, ik zou de beslissing onmiddellijk opnieuw doen. Dus, geweldig, ja. Hè? Wel, ik denk dat het daar leuk is om mee af te ronden. Hartelijk dank aan ons prachtig publiek, maar vooral ook aan onze twee gasten die hier vandaag aanwezig waren. Ontzettend veel succes nog met alles wat komen gaat. Ziezo, dit was Goed Bezig met Nicola Hulsmans en Stefan Kerkhoffs. Hopelijk hebben jullie wat opgestoken van hun ondernemersverhalen en hebben jullie zin gekregen om aan het ondernemen te slaan. We sluiten deze Goed Bezig af met een starterstip. Volgende week is er trouwens een nieuwe Goed Bezig met twee nieuwe gasten. Bedankt voor het kijken en tot dan. Ciao. Je hebt besloten om te starten als zelfstandige en staat te popelen om aan de slag te gaan. Dan zijn er een aantal opstartformaliteiten die je als starter best zo snel mogelijk in orde brengt. Om te beginnen vraag je je ondernemingsnummer aan. Dat doe je via een erkend ondernemingsloket. Ben je btw-plichtig? Vergeet dan je BTW-nummer niet te activeren bij de BTW-administratie. Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor je sociaal statuut en moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. En tot slot, neem een goede accountant onder de arm. Hij neemt niet enkel je boekhouding voor zijn rekening, maar kan je ook adviseren bij grote of kleine beslissingen.